Hallo kijkers en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog in Spanje. Vandaag zijn we heel vroeg opgestaan. Voor mijn doen op vakantie is het vroeg. Ik sta namelijk hier nu buiten met een statief in mijn handen. En Enzo die komt er nog aan met allemaal andere spullen. Want we gaan namelijk nu de crossbar challenge opnemen. Daar gaan we nu even naartoe. Ik laat jullie wat zien en let's go. Motorcrew. Nou, we waren dus onderweg naar de locatie voor de crossbar challenge. En dat gaat niet meer lukken. What the fuck? De auto stopt er ineens mee. We zijn bijna bij het strand. En ik ben gewoon aan het rijden. Het is gezellig. Wordt zo'n leuke video die we straks gaan opnemen. En in één keer valt de motor uit. En ik wilde gas geven. En ik dacht, waarom doet hij het niet? En ik kijk in één keer hier op zo'n dashboard. Dan kan je zien, als je moet tanken, dan knippert een lampje. En als er iets met de olie is, dan knipt er een lampje. En in één keer stond er zo'n hele grote batterij-icoontje. En die stond helemaal in het rood. Dus ik dacht, hè? Dus ik denk, de motor is uit. Dus ik draai de sleutel terug. En ik wil hem weer aandoen om te starten. Moet je horen, hè? Oh, trillmachine. Maar hij doet het niet. Hij doet het gewoon niet. We hebben een goede auto met in Spanje, jongen. Met de auto van je opa. Wat is dit? Oh my god. We zijn er helemaal klaar voor. We hebben 3 ballen. We hebben heerlijk ontbijt gehad. We hebben ons helemaal voorbereid. We hebben maar 5 uur geslapen zodat we deze video konden opnemen. Hebben we autopech. In Spanje. Sta ik ook nog op een plek waar staat op de weg NP van niet parkeren. Maar anders konden we nergens. No parking. Anders nergens. Je had nog genoeg vaart tenminste om hier te kunnen parkeren. Gelukkig wel, ja. Anders stonden we hier midden op de weg vast. Ja, dan waren die Spanjaarden zo boos geweest. Ja. Want dan sta je midden in zo'n wegpad, wat best wel belangrijk is om bij het strand te komen. Oh, dit is shit, zeg. Hello, good morning. Yes. Can you speak English? Yes. Ah, perfect. I have problems with my car. Instead of tanking diesel, I accidentally put gasoline in the car. The car went off and I'm stuck now in Rosas. From where are you calling, please? I'm calling from in Rosas. Okay, because here you are calling the International Assistance Group head office in Paris. We werden daarna doorgestuurd vanuit Parijs naar van allerlei andere bedrijven. En het komt er uiteindelijk op neer dat we goed hebben gebeld en dat er een sleepauto naar ons toe kwam. Deze sleepauto zou ons brengen naar een garage en daar zou alles gefixt worden. Super bedankt allemaal en het is gewoon helemaal gefixt. Echt, we waren blij. Het was wel een avontuur om mee te maken. Super nice. Let's go. Zo jongens, op dit moment staat de auto in de garage. En ik ga straks verder vertellen wat er nou allemaal is gebeurd. Jongens, we staan dus nu nog in de garage. Enzo heeft uiteindelijk met heel veel mensen gebeld. En uiteindelijk werden we weggesleept met een auto. En toen stonden we in de garage. En in deze garage moet hij de auto blijven. Dus of we de video nog gaan opnemen, weet ik niet. Maar hij moet in ieder geval hier blijven. En ja, we worden nu straks opgehaald door mijn vader. We gaan nu alle spullen eruit halen. En dit is wel een keer leuk om mee te maken, denk ik hoor. Ja, toch? Ja, want dit hebben we nog... Ja, ik heb nog nooit zo'n autopech-ongeluk van zo een meegemaakt. Ik heb wel een keer een Frankrijk gehad, hè? Toen hadden we een lekke band op de snelweg ineens. Ja, dat lijkt me echt heftig, hè? Als je een lekke band krijgt. Dat is echt kut. Nou, vooral aan de zijkant van de snelweg met die hitte die je hebt in Frankrijk en Spanje. Ja, dat is best eng ook, ja. Ja, dat geloof ik. Nou, wij gaan in ieder geval weg en we zien wel of we de video nog gaan opnemen. Ja, weet je wat het is? We moeten even gaan kijken. Ik denk dat het sowieso handig is dat we even alle ballen meenemen. Sowieso alle waardevolle spullen. Hè, hoe lief en aardig ik deze mensen ook vind. Maar alle waardevolle spullen zoals de camera's en portemonnee en sleutels, mijn eigen autosleutels, die halen we eruit, nemen we mee. En dan gaan we even kijken of je vader ons of afzet bij het strand. Of niet. Of gewoon weer naar huis. Moeten we even kijken. Oh, hij doet het! Hij doet ons trots aan! Sit down. Yes. Yes, baby! Ah, I like that. Oh! Zo, we hebben net even wat video's opgenomen. Eentje voor Enzo en eentje voor mijn kanaal. We zijn weer heerlijk thuis gekomen en yeah. Maar vandaag is er iets en ik weet nog niet wat, maar er is een verrassing.
Oké, wat moeten wij daarmee? Ja, ik weet het zelf ook nog niet. Voor mijn verjaardag is er een blijkbaar verrassing. Dat gaat vandaag plaatsvinden. Ik ben vandaag niet jarig. Maar als jullie dit kijken ben ik wel jarig, maar voor mij officieel nog niet. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. We gaan er zo meteen naartoe. En ik ben echt heel erg benieuwd wat het zou zijn. Want ik zou het niet... Nou, de verrassing, die gaat zo meteen komen. Op dit moment ga ik met Enzo even naar Rosas. We gaan even Pokémon zoeken. Nou, ik denk eerder Enzo. Ik heb 4 Pokémon's in totaal, dus ik heb er niet zoveel. We gaan op de scooter. Ik ga proberen wat te filmen. Let's go! We zijn nu bij het restaurantje aangekomen met Enzo. En we gaan nu Pokémon's hier vangen, want dit is echt de perfecte plek, zegt Enzo, om Pokémon's te vangen. Omdat hier zitten 2 Pokéstops of zo. Ja, klopt. Er zitten hier 2 Pokéstops. En we doen dan even op allebei die Pokéstops een module, komen er allemaal Pokémon's heen. En dan kunnen we ondertussen en lunchen en lekker drinken. En Pokémon. Nou, wordt prima. Yeah. Zo, we hebben heerlijke calamares en Enzo die heeft een lekkere tosti. Met ketchup natuurlijk, dat kan nooit missen bij Enzo. Liefst zou jij overal ketchup bij eten? Alles, vooral macaroni, dat is zo lekker. Ja, dat vind ik ook heel lekker. Eet smakelijk, jongen. Dankjewel, jij. Lang niet gezien, jongen. Ik maar kun meenemen om Pokémon's te vangen. Ik hoef helemaal geen Pokémon's te vangen. Hey jongen. Holy jongens, jullie zagen net en... Ton is hier gewoon in Spanje. Bart was al ook al als verrassing mee. En Ton ook. Echt holy. Nu staat het gelukkig op film. Heel erg sick. We gaan het super leuk hebben sowieso. We gaan heel veel leuke dingen doen. Yeah. En dan? Zo, ik heb lekker even gedoucht. En Don en ik die hebben even heel veel gezwommen. En we hebben gewoon even het gezellig gehad in ieder geval. En ik ben een beetje moe aan het worden. Want ja, vannacht had ik weinig geslapen. Vanochtend moest ik super vroeg opstaan. Dat is niet echt super chill. Maar ik heb hier een bedje in mijn hand. En daar een bal. En hier ook een bal. En we gaan even een spelletje spelen. Let's go. De bal ligt op een dak. Ja, want Don is weer dom geweest. En heeft ervoor gezorgd dat het balletje op een of andere manier vanaf helemaal daar zo bloep 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 daar kwam. Bloep bloep bloep. Nou, ik weet niet of dat dak sterk genoeg is hoor, gast. Nee, maar gast, ik ga het niet op het dak staan. Wat ga je dan? Oh, je gaat op die rand staan. Op die... Dit ding is ook niet echt sterk. Nee, dit ding breekt al half... Hey, jongens. Oh. Nou, missie volbracht. We gaan weer verder. Dat is wat er zojuist is gebeurd. Nee joh, dat was ik niet. Dat was de winnaar dit keer. Oké, okay, ja. Oh. Je had hem wel bij. Ik had dat niet op film, shit. Oké, kom op dan. First try. Third try. Deze keer raakte ik hem, maar nu raak ik hem. Hier, wacht. Oh. Oh. Door de trillingen. Oh. Dat is echt pijn. Hè? Ja. Oh. Dat verdiende je. Waarom geeft u geen fok? Het boeit hem nul. Don en ik zijn er helemaal klaar voor om te gaan eten. En wij gaan eten waar we vorig jaar ook wel een keer hebben gegeten. We gaan schronzen, jongen, dat wil je niet weten. We gaan gewoon genieten, jongens. En we gaan een magneet doorslikken en we gaan een lepel eten. Hey, dames en heren, ik ben Quinn. En dat is Don.
And we are living this life, man, and I like it. We zijn aangekomen bij het gerecht wat we vandaag gaan eten. En dat is voor mij saté, patatje. Hartstikke lekker. Don die heeft nog niks. Jammer Don. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Oh. Poging 2. Oeh! Ja, stop! Cracky. Oh, sit down! Oh, oh! Oh! Nou jongens, Don die dacht, ik doe eens gek en spring erin. We hebben heerlijk gegeten trouwens. Heerlijk, het was zo lekker dat ik weer 12 kilo ben aangekomen. Quinn niet, want Quinn is gewoon een magere skinnyboy. Hij is die boy die skinny is. Oké, ga nou maar. Doe de goede duik, hè? Oh! Wat een duik! Hè? Niet mijn best nou. Quinn. Jullie zien het, dames en heren. Quinn is een beetje moe, want hij heeft nog maar 3 uurtjes geslapen. Omdat hij super lang bewerkt heeft voor jullie. Dus ga ik het maar doen voor hem. Afsluiten. Blauw duimpje omhoog, jongens. Blauw duimpje omhoog. Zoals ik, ik weet niet, ik wil wel wat zeggen. Oh, Quinn wil nog wat zeggen, want ik heb geen idee hoe Quinn altijd zijn vlog afsluit. Dus Quinn gaat het maar wat zeggen. Ik vond het echt super sick vandaag, echt. Het was een sicke verrassing. Ik had het niet verwacht. En de reactie was volgens mij echt mooi om te zien. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker weten met blauw duimpje omhoog achter. Abonneer je weer beneden, als je dat nog niet hebt gedaan. Check Don's kanaal in de beschrijving. En tot de volgende keer. Hij gaat lekker slapen, jongens. Ik ook. Tot morgen! Hele leuke outro. Lekker slapen. Kunnen we nu het licht uit doen? Ja, we gaan lekker slapen. Ga je ook slapen?